Het engste spookhotel ter wereld ziet er zo uit. En ik ga er slapen. Hoppa! Er blijken hier allemaal paranormale dingen te gebeuren. Mensen horen bijvoorbeeld stemmen. Are you here with us tonight? Mensen worden aangeraakt terwijl ze niemand zien. Holy fuck. Je schijnt 's nachts zelfs kinderen te horen spelen op de gang. Hoor je dat? Kinderen die er helemaal niet zijn. Ergens in Amerika staat het Stanley Hotel. En dit hotel blijkt vol te zitten met geesten. The Stanley Hotel is known for paranormal activity. And like all of a sudden, like the bathtub just comes on at full force. I felt like a distinct hand go up and like pull. En ik geloof er geen flikker van. Nee. Do you believe in ghosts? Yep. Absolutely. Yeah. Absolutely. 100%. Yeah. Are you staying at the hotel? We're not. No, just visiting. Why not? I'm horrified, personally. De reden dat ik hier wil blijven slapen is omdat ik er voor eens en voor altijd achter wil komen of spoken bestaan. En daarom ga ik in deze video op pad met een spookmeter. Oh, that's crazy. Look at that. Laat ik de hele nacht een camera lopen in mijn kamer. Ik doe er simpelweg alles aan om contact te krijgen met de geesten. Ik word helemaal gek. Dus wil je weten of spoken bestaan? Blijf dan vooral kijken. Kijk, mijn angstgrens ligt vrij hoog, oké? Okay? Ik heb genoeg enge dingen gedaan in mijn leven. Ik heb gezwommen met haaien. Ik ben een keer uit een vliegtuig gesprongen. Fuck it, ik heb zelfs een keer dit tegen mijn vriendin gezegd. Schat, je hebt echt een mooi innerlijk. Waarom zeg je dit? There's two people, Lucy and Charles. Are Lucy and Charles dead? Yep, they're gone. En die Lucy waar ze het dus over heeft, schijnt dus na haar dood nog steeds rond te dwalen. Ik ben benieuwd of ik haar ga tegenkomen. How can I help you? We're checking in. Alright, just give me 1 minute. I'm in an emergency right now. Emergency? Jongens, begint het nou al? Ik was toch even benieuwd waar dit vrouwtje zich zo druk over maakte. No, we just have some ghosts that tried to play a prank on some guests today. Oh, really? So 413. What type of room is 413? It is a haunted room. Is it a haunted room? Terwijl ik met deze vrouw aan het praten was, gebeurde er iets bizars. Iets wat ik nog steeds niet begrijp. Deze vrouw begon langzaam te verdwijnen, jongens. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Jongens, ik ga jullie gewoon heel eerlijk vertellen. Ik ben hier gewoon iets te nuchter. Oh my god. Holy shit. Hoorde je dat? What the fuck? What the fuck? Grapje. Ik geloof niet in zulke soort bovennatuurlijk spul. Sterker nog, ik heb laatst met een medium gebeld. Ja, die kan met overledenen praten. Nou, dat ging zo. Welkom bij spiritforyou.nl. Goedemiddag met... Hallo? Ja, ik hoor je. Nou, mooi. Het Stanley Hotel in Denver. Zijn daar spoken? Mag ik jou 1 ding uitleggen over spoken? Leg me 1 ding uit over spoken. Jij zit bij mij in de woonkamer. Is in een hotel. Achter aan iemand die heeft een overdosis gehad. Hartstilstand. Vochten. Militairen. Gereanimeerd. En sommige spoken. Stel dat jij daar nou zit. Wat je dan kan doen. Is Palo Santo meenemen. Hè? Huh? Palo Santo, hé. Hey. Ik ga toch geen Palo Santo halen, joh. Kom op. Palo Santo. Palo Santo. Tja, ik loop hier even de kamer te reinigen. Want kijk maar wat er 10 minuten eerder gebeurde. Toen Michael, mijn cameramatie en ik de kamer binnenliepen. De lamp doet het niet. Waarom doet de lamp het niet? Hier staat het licht wel aan. Wat is het nou? Gaan we nu al beginnen? Mensen van dit hotel proberen me hartstikke gek te maken. Nou, het gaat ze niet lukken. Want ik kan ook... Wacht even. Hè? Hou je bek. Ik zweer het. Michael heeft de hele tijd met zijn dingetje heeft hij vast. Zijn zaklampie. Die ging gewoon ineens uit. Het kan gewoon een technisch foutje. Steve Jobs, die zat er ook wel eens naast, oké? Okay? Kan je hier niet aan trekken? Nou, dan gaat hij uit. Oh, hey. We hebben licht. Waarom doet dit het niet gewoon? De lamp in de kast is uit. Dat deed je net zelf. Waarom doet dit het niet gewoon? Is dit de lamp van binnen? Oh. Maar nu wil ik het gewoon echt weten. Bestaat het paranormale? Ik ga het niet spannender maken dan het is, oké? Okay? Want ik had zo'n video kunnen maken en dan ging ik gewoon de hele tijd dit doen. De stoel viel gewoon om. Zag je dat? Yeah. Maar dat gaan we dus even niet doen, oké? Okay? Tenzij er echt... Nee, toch? Ik heb een hyper gadget gehaald om te bewijzen dat er iets is. Een ghost meter. Groen is goed. Rood is ook dichtbij. Daarnaast heb ik ook een eeuwenoud boek meegenomen. Over het verjagen van geesten. Die heb ik van top tot teen doorgelezen. Oh my god. Goed, genoeg geluld. De avond valt. Laten we beginnen. Het is tijd voor de Spoken Tour. Ja.
Je kan dus voor een paar dollar een spooktour boeken, waar je gezellig met een groepie langs de plekken gaat waar de meeste spoken chillen. Yeah! En die tour, die wordt ook nog eens gegeven door Jesse Klaver. You actually look like a Dutch politician. Oh my god. Do. No, which yeah. one? He's called Jesse Klaver. I am under copyright of the hotel, which means anything that I say, if that does appear on the internet, then I will lose my job. Oké, okay, wat Jesse hier zegt is dat als de dingen die hij tijdens de spooktour zegt op het internet verschijnen, hij zijn baan kwijtraakt. En dat willen we natuurlijk niet. Dus heb ik iets geniaals bedacht. Vanaf nu laat ik alles wat Jesse tijdens deze tour zegt opnieuw inspreken door deze voice-over stem. Hi, my name is Jesse van Klaver. Op deze manier kunnen jullie alsnog genieten van de spooktour en raakt Jesse zijn baan niet kwijt. Hey, geniaal hè? So this is a... Someone told me about some Lucy up in this concert hall. En terwijl Jesse deed waar hij goed in was, spookverhalen vertellen en zo, wilde ik vooral meer weten over Lucy, waar deze studenten me over vertelden, weet je nog? So I thought Lucy was a woman. I thought that was a girl. Lucy is a woman, yes. It is. She's one of the two active spirits here. Yeah. Hey man, Lucy blijkt gewoon een chick te zijn. Misschien was Lucy wel gewoon lekker. Ik wil weten of Lucy lekker was. And I heard music in this one part of the cave. You know, too. I also sometimes hear music, like all of a sudden. Do you know Snollebollekes? Do you know Snollebollekes? Oh, that would be cool if that was the music. Smaller bollockers. We go left, right. Honestly, I don't know why people... Jesse bracht ons naar de kelder van het hotel, waar het volgens hem het allermeeste spookt. En daar zei ik het beste wat iemand tijdens een spooktour kan zeggen. I actually brought an EMF meter. Oh, you have it on you right now? Yeah, absolutely. Let's go. Yeah, let's go. Het was tijd om contact te zoeken met Lucy. Lucy, are you here with us tonight? Well. So what if this turns like this? Does that mean anything? Yeah, that's something right there. Yeah. Well, that's crazy. Look at that. Is it spiky? Yeah, that's what I'm saying. It's spiky. Is there a spirit by the back door? Yeah. Oh my god. Ja, het is ongelooflijk. Die EMF-meter gaat helemaal tekeer, joh. Zou Lucy dan toch gehoor gegeven hebben aan ons? Of misschien komt het doordat ik een magneet aan de achterkant houd, zodat iedereen in de tour denkt dat er iets aan de hand is. Heerlijk grappig. Yeah, like you were looking down and it was all the way red. I was like, look. It was all the way red. The red in particular, right now. Yep, there it is. Yeah. Oh, look at that. Wow. Ik vergat Jesse bijna deze belangrijke vraag te stellen. Is there like any sexual tension between ghosts? Sadly, no. How old is Lucy now? Like 21? She'd be 60, 70 years old now. Yeah. Doesn't matter, right? Verder was ik vooral gefascineerd door dit meisje die flink viral probeerde te gaan op Insta door wat goede foto's te knallen. De geesten zullen trots op haar zijn. Verderop in de tour vertelde ze dat er een geest is die soms mensen op hun rug krabt. Waarna een van de jongens uit onze groep kaart begon te spacen en zo snel mogelijk weg wilde. Maar gelukkig kon ik hem nog net te pakken krijgen. Excuse me, were you the ones that with the scratches? Oh, that's crazy. Holy fuck. Did you notice that while we're in there? Or a couple of... That's my boyfriend. She didn't just do that last night. The scratch. Yeah, you know, the rough shit, the scratching on the back. So every time I cheat and that happens to me, I just say like it was, yeah, I was a ghost. No, yeah. No. And then you it works, right? A good trip. Okay. Thank you. Okay, bye. Yeah, the one. Engels één keer in mijn hand. Oh, dat doet pijn, man. Yes, it too. Yeah, I got the scratches. Okay, I'm just gonna take a quick shot of that. Yeah. Do it. That's the first time Dennis has ever done that to me on a tour. That was two people. Okay, the tour is over, but I'm gonna go inside. In the concert hall. And I wil gewoon het voelen, weet je wel. Ik wil gewoon aangerand worden door Lucy. De rest van de avond hebben we ook geen spook gezien, dus besloot ik maar met cameraman Michael ongegeneerd selfies te maken met flits voor de spiegel. Zoals we vroeger deden, toen we 12 waren en Hot wilde lijken op Hives. Toch begon ik iets te voelen. Geen geesten of bangigheid, maar een affectie richting Lucy. Ik ken haar nog helemaal niet, maar deze 60-jarige dode mevrouw heeft iets bij me losgemaakt. Ik heb uren door de gangen van dit spookhotel gelopen in de hoop haar te vinden. Misschien ben ik te jong voor je, maar... Gewoon een keertje. Ik had toch gewoon een keertje. Ik had toch één keer een uitzondering maken. Zelfs mijn breakdance kunsten konden haar niet zo ver krijgen. Toen besefte ik me ineens dat ik er ook best wel uitzag als een sloeber. Zo met trainingsbroek en mijn petje. Als ik Lucy was, zou ik ook Hard to Get spelen. Dus besloot ik mezelf presenteerbaar te maken om Lucy te laten weten dat ik echt bereid ben om te werken aan onze relatie.
Ik heb net zo lang gewacht tot het 2 uur 's nachts was. Dat is blijkbaar de tijd dat de meeste spoken actief zijn. Maar na ongeveer 15 keer het hotel doorgelopen te hebben, heb ik nog steeds niets mogen voelen van mijn liefste Lucy. Why am I still looking for Lucy? Lucy, okay. Yeah. I feel a love connection to Lucy, so She's down in the tunnels, they say. Yeah, so I'm trying to get her up to the room. If you bump into Lucy, then just let me know. Yeah. Alright, I will. Okay? Alrighty. Tell her I love her, okay? Alrighty. Okay. I'm serious. You're laughing, but I'm serious. Geloof me, ik was bereid om alles te doen. Niks hielp. Ik heb alles geprobeerd. Lucy, misschien ooit ga ik je aanwezigheid voelen. Ik heb een aantal nachtcamera's neergezet om 's nachts in de kamer te filmen of er iets aparts gebeurt. Wel trusten. Goedemorgen, ik heb echt tering slecht geslapen. Ik voelde echt de hele nacht, voelde ik me fucking aan-relaxed. Ik ben meteen de beelden gaan kijken, ik heb ze overgezet. Ik ben ze even doorheen aan het scrollen en ik zie, shit, het is echt zo fucking kut. Ik hoorde al de hele nacht allemaal rare geluiden in die kast. Ik word helemaal gek. Je moet het echt goed bekijken, want hier in deze kast, kijk, als ik op play druk, ja, nu gebeurt er op zich nog vrij weinig in die kast, tot echt zo'n uurtje of 4 of zo. Ja, als je dan goed, als je goed naar die kast kijkt, moet je goed kijken. Ja, ja, hier, hier, kijk, 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 holy fuck. Ik zit hier gewoon live naar een spook. Oh, Mike, kijk achter, kijk achter.